Docente en kunstenares Maria Stella geeft al 13 jaar schilderlessen bij Atelier Brugman in Voorburg. Ieder jaar wordt afgesloten met een groepstentoonstelling. Dit jaar is gekozen voor het thema Black and White en een vonkje kleur. Aan de tentoonstelling doen 30 amateurkunstenaars mee. Vandaag, zaterdag 13 juli, wordt de tentoonstelling geopend. Het thema is Black and White en een vonkje kleur. Heb je dat thema zelf bedacht? Ja, dat doe ik altijd, iedere jaar. Ja. Dat vind ik ook leuk, omdat ik stimuleer mijn cursisten om te kunnen schilderen. En bedoel ik idee met zwart-wit, vond ik leuk, met een kleine details in kleur. Ze waren helemaal enthousiast. Het werk dat jouw cursisten exposeren, hebben ze dat zelf uitgekozen of heb jij dat bepaald? Ik heb zelf bepalen. Want dat hoort ook erbij dat ik stimuleer hun om te kunnen exposeren. Dus ik bepaal met hun samen, wij bepalen altijd samen. 30 kunstenaars exposeren hier, het zijn allemaal amateurkunstenaars. Hoe vind je het resultaat geworden? Ik ben helemaal trots op hun. Ik heb alleen maar twee woorden om te zeggen, dat zeg ik altijd. Ik ben trots op hun. Twee woorden is gewoon bon voyage. Want alle mensen die hier komen gewoon hun schilderij te bewonderen, die gaan gewoon vluchten in een andere planeet en dat houd ik van. Je zegt bon voyage in het Frans, ja, maar je zou het ook in het Italiaans kunnen zeggen. Ja, bon viaggio. Melanie Vaassen, een van de exposanten hier. Jij hebt wel een heel bijzonder schilderij gemaakt. Ja, dat klopt. Elk jaar als we exposeren wordt er een flyer, een poster gemaakt met greep uit de schilderijen die door de cursisten zijn gemaakt. En toevallig dit jaar ben ik aan de beurt geweest en is mijn schilderij heel duidelijk in beeld bij de poster. Waar je altijd mee begint is zeg maar de eerste basiskleur, dus de ondergrond. En die is in dit geval grijs. Daarvoor gebruik je vaak gewoon acrylverf. Dat is goed voor de basis. En vervolgens heb ik in ieder geval met carbonpapier haar globaal op het doek getekend. En vervolgens, de foto zelf was al in zwart-wit. En dat geeft je dat is een hele goede manier om het verschil tussen donker en licht uiteindelijk heel goed op je doek te krijgen. En dus de basis is acryl, maar voor de rest ben ik te werk gegaan met olieverf. Dus dit is het enige stuk ook nog wat echt acryl is. Dit is een metallic look van acrylverf. En die heb ik gebruikt om mijn veer echt naar voren te laten komen, echt te laten spreken. Ja, ik heb aan het begin van de zaal heb ik een heel mooie schilderij gezien. Een collega vertelde mij dat ze een expositie had samen met andere leercursisten. En ze vroeg mij of ik het leuk vond om te komen kijken. En eigenlijk ben ik vanwege die reden hier naartoe gekomen. Maar het valt me op dat er echt heel veel mooie dingen hangen. Ik kan het niet. Ik heb helaas het talent niet. Ja, ik ben Suad Bot. Ik ben Frans-Algerijns. Ik woon in Den Haag. En ik schilder al nu 3-4 jaar, denk ik, zo een beetje bij Maria Stella. We doen een beetje van alles, acryliek, olieverf. En ieder jaar hebben we een thema. Nou, dit jaar is de black and white met een tintje, een kleurtje erbij. En dit is het geworden eigenlijk. Ik had namelijk hier bij de skin, de huid van de slang. Het is mij niet gelukt om echt uit te beelden wat ik wilde. En daarmee heeft ze dus geholpen. Ik had eerst grote vlekken. Het was niet echt wat het moest. En dan heeft ze dus een beetje daarmee even laten zien wat ik moest doen. Dat is dit geworden, ja. Hoe heet het schilderij? Forbidden Fruit. En hoe bent u zo bij deze expositie verzeild geraakt? Ja, we hebben een uitnodiging gekregen van Carla Kalou. Die schildert hier. En ik vond het een interessant thema, dus ik denk ik ga even kijken. Wat maakt het thema zo interessant voor u? Nou ja, het thema is zwart-wit. En de grap is natuurlijk, als je heel veel verschillende mensen in één ruimte zet, krijg je een beetje appels en peren. Maar als je natuurlijk een gezamenlijk thema hebt, dan krijg je een soort uniformiteit die heel veel rust en overzicht geeft. En ook een goed vergelijk onderling bij de schilderijen. Ik sta nu bij twee zusters, Arina en Frida. Arina, welk schilderij is van jou? De bovenste is van mij. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is mijn grootmoeder. Ik heb haar niet lang gekend. Ze is overleden toen ik 3 was. Maar tijdens het schilderen heb ik eigenlijk pas het gevoel gekregen dat ik haar een beetje leerde kennen. Omdat je zo aandachtig naar iemand moet kijken. Dus dat was wel heel erg leuk. En dit is gemaakt van een foto? Dit is gemaakt van een foto, ja. En hoe is het met het schilderij van jou?
Dat is de onderste. Dat zijn dan de drie generaties. De eerste ben ik zelf, mijn moeder en oma. Maar het is niet geworden wat ik ervan had verwacht. Zal maar zeggen. Dus, ja. Kan je uitleggen wat er dan niet helemaal correct aan is? Ten eerste was het heel lastig om de gezichten van de zijkant te schilderen. Dus de contouren waren heel moeilijk. En doordat je niet de gewone kleuren kan gebruiken, is het heel moeilijk om de mimiek en alles duidelijk te krijgen op je schilderij. Ik vond het een lastige. Expositie vind ik erg mooi. Het is heel uiteenlopend in stijl en in ervaring ook van de kunstenaars. Ja, en daarmee vind ik een heel leuk gemêleerd samenstel van kunstwerken. Wat vind je van het thema? Nou, eerlijk gezegd vind ik zwart-wit en kleur, wat hier gebruikt wordt, vind ik wat gemaakt. Het is niet helemaal mijn stijl, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, is kunst natuurlijk altijd heel persoonlijk. Ja. Zitten er toch schilderijen tussen waarvan je denkt, die zou ik best thuis aan de muur willen hangen? Ja, ik heb er wel enkele gezien, ja. En ik vond het pimpelmeesje heel mooi, die achterin hangt. En het portret van de leeuw, dat vind ik geweldig, ja. Diana Wansing, we staan bij jouw schilderij. Hoe heet het schilderij? Suikerdiefje. Dat is hem. Dat is een speciale vogel, hè? Ja, het is een tropische vogel. Iemand zat met vakantie op Curaçao een koffie te drinken en zag zo'n suikerdiefje. En ik dacht, dit is mijn inspiratie voor zwart-wit en een kleur. Het is een gevoel wanneer je zo'n suikerdiefje ziet, die lekker aan het smullen is van een beetje suiker op jouw bord. Het is heel mooi om dat mee te maken en te zien. Jacqueline van Harmelen, ook een van de exposanten. Wat heb jij voor schilderij gemaakt? Ik heb de vrouw zwart-wit in de savanne, de Afrikaanse vrouw, geschilderd. En African slum boy. Dus dat is het Afrikaanse jongetje in de sloepenwijk. Ben je zelf al lang cursiste bij Maria? Ja, ik doe het al een aantal jaar bij Maria. En ze geeft echt met passie les. En je krijgt bij haar echt een beetje je eigen passie eruit. En je eigen talenten komen naar boven bij haar. Ja, ik was echt op zoek naar inspiratie ook wat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven. Dus ik hou heel veel van reizen. En ik ben ook in Afrika in een sloepenwijk geweest. En de kinderen die je daar ziet, kinderen, daar zit zoveel passie en de emotie zie je echt bij kinderen in het gezicht heel erg goed. En dat vond ik heel mooi om dat ook vast te leggen. Het thema was met kleur, dus dat er nog ergens een kleurtje in zou komen in het schilderij. Maar dat vond ik heel lastig om dat hier aan te brengen. Want de emotie zit al zo mooi in het gezicht en in de ogen. Dat zodra je ergens kleur er nog aan toevoegt, dan wordt daar alle aandacht op gevestigd. En de emotie wat je normaal in de ogen ziet qua kleur en qua toonverschil, dat raak je dan kwijt. En zoals de zinnen hier boven de schilderijen al zeggen, zwart-wit is het eigenlijk nooit op de les. Er is geen zwart en wit, er zijn altijd zoveel schakeringen tussendoor. En de kleur wordt eigenlijk toegevoegd door Maria zelf. Ja. Dank je, dat heb je het mooi gezegd. Wauw, is groter dan ik. Wat een mooi. Nou, kijk naar de nieuwe thema voor volgend jaar. Yes. Dank jullie wel. Ik ga iedere jaar nog een keer herhalen. Ik ben super trots op jullie. Ik heb zo zin in september te beginnen. Ik heb zoveel ideeën voor jullie. Te veel dat soms ik slaap helemaal niet. En dat is positief.